Welkom bij Weg. Wekelijks onderzoeken onze drie vrienden activiteiten bij ons in de regio en in Rotterdam. Maar omdat het dit weekend 24 uur cultuur is in de havenstad, pakken we extra groots uit. Dave maakt samen met Hans Klok een echte film à la Madonna. Narsing ontmoet Ron Brandsteder, Annemarie Jong en André van Duin. En Nana bezoekt Rotterdam-Noord. Na jaren van verpaupering zitten ze daar nu in de lift. Rotterdam-Noord is hot and happening. Waar het de laatste jaren een beetje aan het verpauperen was, bloeit Noord weer op tot een hippe en trendy wijk. Met leuke nieuwe winkels, appartementen en eetgelegenheden. En Zino is daar een voorbeeld van. Hi, Jasper. Hi. Hi, Jasper. En jij bent hier de eigenaar van dit restaurant. Wat voor soort restaurant is dit? We hebben hier in Noord een Frans-Hollands restaurant. Het meeste is biologisch wat we doen. En we zitten hier nu zo'n 2,5 jaar. Oké, en waarom hebben jullie voor deze locatie in Noord gekozen? Wij wilden in eerste instantie op het Noordplein. Daar had de gemeente een aantal jaar geleden echt een soort vrijtof in gedachten. Ze wilden allemaal hoogwaardige horeca op het Noordplein. Dus daar zijn we bezig geweest, maar daar kwamen we toen niet uit met de woningcorporatie. En een aantal maanden later kwamen ze met dit pand. En hiervoor zat er een bistro in. En zijn gaan praten en hebben het overgenomen. Had je dat gevoel dat je zo wist van, nou ja, volgens mij gaat het wel echt helemaal weer hot and happening worden? Of had je zoiets van, ik doe het gewoon, ik zie wel? Allebei een beetje. Yeah. Allebei een beetje. We hebben 2,5 jaar geleden was het inderdaad het plan naast het Noordplein vrijtopachtig te maken, heel de zwavels gaan ze opknappen. Ze gaven wel aan inderdaad door de economie zeg maar, dat het langer zou gaan duren dan gepland. Maar zeker vertrouwd, het is gewoon een hele leuke buurt. En nu na 2,5 jaar merk je ook heel erg dat inderdaad wat je zegt, nieuwe restaurants, alle panden zijn nu bijna opgeknapt, dus er komen heel veel nieuwe winkeliers. En je merkt ook echt dat gasten, zeker in het weekend en bij mooie dagen, lekker op de fiets hier naartoe komen kijken wat er veranderd is. Ja. En mensen zijn echt, en er wordt nu veel ook over geschreven in de kranten, dus erg goed. Wat maakt Zino nu zo bijzonder? Voor onszelf, gewoon de gastvrijheid die en ik en de overige mensen die hier werken natuurlijk uitstralen. En de keuken is gewoon heel sterk, constante kwaliteit. Mensen worden echt altijd verrast, smaken, explosies bijna. Mm-hmm. En woensdag dan hebben we een 7 gangen proefmenu, dat is 7 kleine gerechtjes, dat iedereen van alles wat proeft. En dat, daar wordt heel erg enthousiast op gereageerd en dat gaat heel goed. Hi-ha! Een proefmenu van 7 gangen. En dat op woensdagavond, heerlijk! Binnenkort komt André van Duin met zijn nieuwe show naar Rotterdam. Ze zijn nog aan het repeteren, maar in hun pauze ontmoet Narsing buiten de sterren. Ja, hier in het prachtige Haarlem, het pittoreske Haarlem, heb ik een ontmoeting met 3 mensen. Waarvan 1 in het bijzonder. Een waanzinnig artiest. En voor hem heb ik ook een cadeautje bij me. Wie? Dat zie je nu. Ja hoor, daar zijn ze weer. Ja, daar zijn ze zeker weer. Daar zijn ze weer. Zo is die voorstelling toch? Of nee? Ja hoor, daar is hij weer. Daar is hij weer. Ja, het is een oude kreet uit de Dik voor Mekaar show die overgebleven is, maar het slaat helemaal op dit programma, omdat we zijn een jaar niet geweest in ieder geval. Maar André, dus als het is daar is hij weer, wat doen deze twee er dan bij? Nou, hij is er sowieso weer en zij is Gloedje Niel, dus daar zij is dan weer. Hij schrikt wel van die vraag, hè, André? Ja, maar hij schrikt heel gauw, hij schrikt achter. Je moet niet overvallen met dat soort dingen. Nee, maar het dekt toch wel de lading, want we zijn er gewoon een tijdje niet geweest. Ja, zij is dan... Annemarie is daar wel geweest met Petticoat, maar wij zijn even uit het theater geweest. Eerst namens, dan moet ik even zeggen, namens alle Rotterdammers, dat wisten jullie nog niet, en alle Rijnmonders, heb ik een cadeautje. En sorry jongens, maar dat moet je misschien maar delen. Oh, ik heb er maar eentje, dat is speciaal voor onze geboren en getogen Rotterdammers. Geboren en getogen. ik hoop op uienbord, maar dat zal het niet zijn. Dat is natuurlijk mijn lievelingskostje uit Rotterdam. Ik had getwitterd, wat moet ik André vandaag geven? Toen kwamen ze met een Rotterdammertje. Ik kreeg allerlei soorten tips. Hemelhorst. Niet uienbord. Het uienbord is daar. Toen hebben we uiteindelijk dit gevonden. Ik weet niet of je een pet draagt, maar... I love Rova. I love... Roffa. 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 Wat is Roffa dan? I love Roffa. Wat is Roffa dan? I love Roffa. Wat is Roffa dan? Street Chops. I love Roffa. Slang voor Rotterdam. I love Roffa wel natuurlijk. Ik ben daar net geboren. Dus prijsje staat er nog op. Dan moet je hem er even afhalen, Ron. Je gaat nooit je afkomst verlogen natuurlijk. Dus ik ben er heel blij mee. Ik zal met eer dragen. Ik vind het jammer dat je er maar 1 had. Oh. Ik wens u veel plezier met deze revue. Wat heb jij met Rotterdam, Annemarie?
Nou, wat dacht je? Ik ben er ook getogen. Ja. Ik ben geboren in Schiedam, heel eerlijk zeggen. Dus ik ben een nep Rotterdammer. Maar ik ben vanaf mijn negende heb ik daar op het Hofpleintheater gezeten. Jullie vast wel bekend. Ja, dus natuurlijk. Ik heb er heel veel tijd doorgebracht. Ik heb er ook gewerkt, ben er natuurlijk heel veel uit geweest. En toen ben ik overgelopen op mijn 20ste, moet ik eerlijk toegeven, naar Amsterdam. Nee, dat meen je niet. Ja, op je 20ste ook ja, nog. Dat is symbolisch, hè? Ja, ja. Wat heb jij met Rotterdam? Ik kwam er veel bij uitwedstrijden. En het was mixed feelings. Hoe zit het nou met het Rotterdamse publiek? Want straks staan jullie met jullie voorstelling in Luxor. Ja, vanaf 1 november. Ja. Nou, Rotterdams publiek is altijd heel erg goed. En dat zal ieder artiest beamen. En zeker wat betreft het oude Luxor. Blijft het oude Luxor nog steeds diep in mijn hart dragen. Want dat is de leukste zaal van Nederland, denk ik wel. Ja, het nieuwe Luxor ook natuurlijk, maar het oude Luxor vond ik geweldig altijd. Dat was, ja, er zit zo'n lachorkaan in en de Rotterdam is lachgegaan. Nu zijn jullie bezig met revue, ja. Entertainment, dans, noem maar op. Ja. Nou ja, het is geen revue, hè. Het is meer een showprogramma met Annemarie en Ron, met z'n drieën. En een orkest, Dus we hebben geen balletten en dingen bij. Maar waarom wordt er dan toch steeds gedacht dat jullie revue gaan maken? Ja, maar ik ben begonnen met revue, dus het woord revue zit allemaal vastgebakken. Dus iedereen zegt meteen, hoe is het met de nieuwe revue? Ik zeg, nou, het is geen revue. Het is al jarenlang geen revue meer. Dombo! Ik ben goochelaar, je moddergod. Mijn vader was ook goochelaar en ik ben eigenlijk zijn eerste trucje. Nee, de goochelaar komt straks pas, André. Terug naar Rotterdam-Noord. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het er in de keuken uitziet van dat biologische restaurant. Smaakpolitie, hier. Hey. Ah, nee hoor. Hey. Proefpolitie. Ik kom lekker proeven hier. Wat zijn jullie allemaal aan het maken, heren? Het ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ik ben bezig met het voorgerecht. Ja? Met gemarineerde chogabiet. Met langoustine, kokkieën, gemengde salade en... groene appel. Ik hoorde iets heel exotisch. Chogabiet? Chogabiet, ja, dat is een Italiaanse biet is dat. Oké, en dat heeft die mooie paarse kleur. Mooie paarse kleur, een soort van bullseye, zeg maar. Ja. Ja. Ik wil ook wel eens met van die aparte producten werken, dus kan ik jullie ergens mee helpen? Het enige wat je nog moet doen is eigenlijk de appel en de selderij op je kokkieën leggen. En dan met de dressing van hazelnoot en sherry azijn eromheen, dan ben je klaar. Dit is al heel voorzichtig, hè? Ja, het ziet er voorzichtig. Zo? Ja hoor, dat is goed. En dan kan je zo'n takje er bovenop doen en dan kan je eten. Die gerechten van 7 gangen proefdiner, verzinnen jullie die samen met Jasper? Of? Nee, altijd zelf. Altijd helemaal zelf? Ja, met z'n tweeën. Ja, in de keuken doen we dat gewoon zelf. Als we binnenkomen op woensdag, dan we kijken ook nog wat we hebben. En we bestellen de dag van tevoren zeg maar, het vlees en de vis. Mm-hmm. En woensdag komen al onze biologische groenten binnen van biologisch goed. Dus dan verzinnen we met z'n tweeën gewoon eigenlijk 7 gangen menu. Zelf verzinnen is ook het leukst, jongens. En dan nu de première van In Bed with Hans Klok. Hij komt volgende week naar Rotterdam met zijn nieuwste show. Pak de popcorn er vast bij. Dit is dan een leeg carré. Maar vanavond zit het vol. Weet je wat bedoel? Dus maak alles richting een soort snowstorm effect, waar je gewoon één punt hebt en dan ben je klaar. Dan heb je alles op één stip, zeg maar. Ja, maar jij had toch ook zo'n motto van nooit in het leven dingen twee keer doen, behalve Vegas? Nou, Vegas, ja, nee, het is meer mijn motto dat ik ben meer van de tweede keer. Ik heb nu ook een veel sterkere show dan dat ik toen had. Deze show voelt eigenlijk ook een beetje als een comeback, maar het slaat nergens op, want ik ben nooit weg geweest. Nee. Maar ik denk dat ik gewoon een grote stap heb gemaakt door toch het anders, door een verhaal erin toe te voegen, door het een circus element, het is een circus, het is Hans Klok met internationale circus acts eromheen, een geweldig ensemble eromheen, het verhaal erin. Niks komt uit een winkel, dit is uit dit 1700 blok. Wel prachtig gemaakt. Dit zit in het circusblok. Het ziet er nou een beetje raar uit natuurlijk, want het klopt nu niet, maar... Ja, het is wel mooi, weet je. Zo'n jasje van een paar duizend euro. Paar duizend euro. We hebben een... Kijk eens even hoe hip we zijn.
Ja, hey, dat is een pyjama in het begin. Oh. Ja, precies. Jij bent helemaal trendy. Kijk, voor, om niemand te nadelen te doen, maar als je zanger bent, Geert Joling of Marco Borsato, is heel erg lokaal. He, je beroemdheid is vaak alleen maar in het land waar je taalgebonden is het meer, weet je. Er zijn niet veel Nederlandse zangers die het in, over de grenzen maken, omdat elk land heeft zijn eigen helden op dat gebied. En dan heb je toch vaak een taalprobleem, dat men toch dan uiteindelijk... Maar magic is universeel. Ja, weet je, het is zo moeilijk, het kost zoveel geld met, ja. Hè, met 40 mensen onderweg. Dat is ook 40 hotelkamers, 40 ja. maaltijden drie keer ja. per dag. Ze moeten vervoerd, het moet het vliegtuig in en uit. En nou ja, voor je het weet sta je weer een miljoen in de min. Heb jij een miljoen in de min gestaan? Ja, is wel meer hoor. Kan je dan wel slapen? Kan je wel slapen? Ja, ik slaap altijd wel goed. Maar het is wel... Kijk, ik ben natuurlijk niet de beste ondernemer. Laat mij maar lekker optreden, dat is mijn ding. Ja. En ik wil het ook altijd veel te mooi maken. Ik heb nooit bezuinigd op iets, op kleding of op decor. Nou ja, op een gegeven moment kom je jezelf wel tegen. Want je kan wel een fantastische show hebben en die heel veel bezoekers heeft en heel veel omzet. Maar als er geen dienst is, blijft er voor jou niks over. Dus hoe jij bent dan... de laatste in de rij. Ja, ik ben de laatste in de rij. Maar ja, Hans, de laatste zullen de eerste zijn. Ondertussen zit Nana volgens mij al aan haar vierde gang. Maar wat drinken we daar nou bij? Dan moet ik bij jou zijn als ja. Wil weten wat voor wijntje hier lekker wat bij voor is. Wijn lekker ja. bij is. Je moet me niet dronken voeren, want het is 7 hangen. Dus als ik 7 wijntjes moet doen, dan denk ik dat het aan het eind van de avond niet helemaal goed gaat. Ja, ik denk dat het lekker is om er, ja, om er iets met een Sauvignon Blanc bij te doen. Een ja. beetje stuivend fruit. Lekker met frisse tonen. Je hebt best wel een frisse dressing. Ik denk dat heel erg lekker is. Oké, Sauvignon Blanc. En ik weet dat Jasper die koud heeft. Oké, dan ga ik die ook eens vragen. Ja? Ik moet goed onthouden, Sauvignon Blanc is hier heel lekker. Chocca beet, Italiaanse bietsoort met gemarineerde langoust, een gebakken coquille, groene appel en een dressing van yuzu, sherry en hazelnootolie. Geniet ervan als je ja, dankjewel. Bietjes ben ik normaal helemaal geen fan van. Maar als ik het zo op mijn bord krijg dus wel, want het is heel fris. Eigenlijk heel anders dan ik normaal gewend ben. Ja, we eten ook niet allemaal iedere dag een rotte kip. Grapje. Nersing staat nog steeds buiten op de tocht bij André van Dijk. Benieuwd wat dat meisje van Klokhuis in de show gaat doen. Ik heb twee hele mooie nummers die ik heb mogen laten vertalen. Preview misschien? Een kleine preview? Nou, er zit een lied in van een van mijn idolen, Nina Simone. Okay. En dan is heel jazzy. En dat is vertaald door André Bregant. Ga je nu een stukje doen voor je? Nee, dat wil ik echt bewaren. Nee, moet tot, je echt horen met dat orkest, moet je gewoon horen met de stuwende kracht van het orkest eronder. Maar ze doet natuurlijk wel waanzinnig zingen. Maar ze doet niet alleen zingen, dat doet ze fantastisch. Maar het doet ook heel veel mee in de scènetjes ook. Ja, serieus? Ja, dat is typisch natuurlijk, want we hebben hem niet alleen voor het mooie zang. We hebben ook natuurlijk, want dat viel mij het eerst op toen ik haar zag voor de eerste keer in Petticoat. Heb je ook gezien. Dat zei hij al meteen lachen. Toen kon ik meteen lachen als opkwam. Ze had een hele leuke rol ook in Petticoat. Ja. En toen dacht ik meteen, ja, die is leuk voor ons. Om met deze twee iconen, instituten te spelen, ja, dat is steeds weer een adrenaline shot. Ja, dat is want je echt moet... bizar. Ik vergeet het ook heel vaak hoor, want je moet het af en toe naast je neerleggen. Want ja, als je de hele tijd gaat denken, jeetje man, ik sta ernaast, dan kom je zelf ook tot niks. Dus af en toe kijk ik dan naar ze en denk ik, ja, ik ken ze van vroeger, van mijn hele leven. Ik ken ze al zo lang en zij mij maar net. Je zou bijna denken dat André bijvoorbeeld niet echt bestaat of zo. Ja, maar we zijn intussen wel een eenheid geworden toch wel, want we gaan nu al zeg maar een maand zijn we aan het repeteren, dus we zijn fantastisch elkaar een beetje de humor af en zo, want je bent toch bekend elkaar helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. Zij komt eigenlijk uit een heel andere hoek als waar wij altijd zitten, dus dat moet ook allemaal kloppen, hoor. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Ik ben 35. Ja, ik ook. Ja, het vroeg voor een showroom met een grote beer. Ja. Bella, je heet de Bella de en dat, het was een kleine jongen. Ja, ik ook. Dat heb ik ook gezien. Ik zat ook voor de televisie. Als je erg naar haar verlangt, dan kan je haar bewonderen, want ze heeft een eigen vitrine. Bij Beeld en Geluid. In staat ze in de spotlight en staat zwaaien naar iedere bezoeker. Er wordt gezegd dat musicals een beetje op de terugtocht zijn en dat wat jullie gaan doen,
Misschien wel. Er komt er steeds meer van die musicals. Ik heb niet volgens mij komt er geen hand aan die musicals. Er zijn er zoveel. Ja. Als ik zie wat er allemaal momenteel op stapel staat en wat er draait, nou, dat is heel veel. Heel veel musicals. Maar wat wij doen, daar is er eigenlijk maar één van. Dus dat is eigenlijk uniek. Dus wat dat betreft springen we er wel uit. Als jij met André in beeld bent, dan ben jij vaak 80% van de tijd aan het lachen. Ja, hoe gaat het op het podium? Nou, ik heb ook wel eens moeilijke momenten hoor. Want ik doe zelf 16 keer zing ik in deze show. Ja. Bijna. 16 keer? Ja. Maar dan kijk je hem in zijn ogen en dan schiet je vol. Mensen zeggen wel eens, het lachen, dat is dat nou echt? En dan kan ik volmondig zeggen ja, want dat kost me geen enkele moeite. Ja. En, hij heeft ook nog eens een keer een soort... manier dat hij, dat noemt hij fris houden van de voorstelling, dat hij je confronteert met dingen die helemaal niet in het boek staan. Dat jouw typetje, dat welbekende typetje, meneer Wijdbeens, komen we weer tegen? Die doet er ook mee, die zit in een musical. Nou, hier een musical. Ja, we zijn eigenlijk niet met z'n drieën, we zijn eigenlijk met z'n negen. Ja, we hebben heel veel andere mensen doen mee, maar ja, die rijden allemaal in één autootje met vier personen. Ron, je zingt of ga je ook spelen? Alles. Zelfs dansen. Ja. Stel je er niet te veel van voor. Nou, maar... spectaculair. Ik vind het aardig spectaculair. Ja, vertel eens. Ja, wat kunnen we verwachten? Nou, je kunt niet. Maar als je de hoogte hebt, je moet hoogte hebben. En de vorm van de dag. Ja, maar dus we hoog genoeg is dan draaien. We proberen zo tegen eind november, begin december te pieken. En dat is in Luxor in Rotterdam. Ja. Ja, hopelijk wel, want de mensen die... gaan er massaal op afkomen, denk zeker. Ik. Nou, toch? Dat hopen we maar. Ik hoop het, ja. Ja, zeker. Ik heb er zin in. Zeker het rotje door, we verheugen ons. Ja. Roffa. Roffa. Roffa, ja. Komt allen. Ja, niet vergeten, Roffa. I love Roffa. 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 Wat is Roffa dan? I love Roffa. Wat is Roffa dan? I love Roffa. Wat is Roffa dan? Street talk. I love Roffa. Ik vind het slang voor Rotterdam. Van alle Rotterdammers. Hij kan ook alles hebben, hè, die André. Maar of het nou colorblocking is? Anyway, Nana is toe aan gang 6. Wat hebben we hier? Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb voor jou een mini hamburger van kikkererwten met procureur. Daaronder gebakken courgette, sausje van dille en kurkuma. En Little Wonder tomaatjes. Okay. Allemaal weer hele aparte dingen. Ik hoor weer heel veel nieuwe dingen. Eet smakelijk. Dankjewel. Nou, ik ga het gewoon doen. Zoals je dat bij een fastfoodrestaurant gaat gewoon zo eten, joh. Volgens mij mag en kan hier alles. Daar wel vette handen van. Maar jij bent ook een van de eigenaren van Sino. Wat voor soort restaurant is het? Sino is een restaurant met een biologische keuken. Dus wij serveren van alles met biologische producten. Maar dan wel gespeend op de internationale keuken. Met de voorkeur voor de Franse en de Nederlandse keuken. Oké, zal ik je even helpen? Graag, alsjeblieft. Dankjewel. Waar moet je heen? Tafel 8. Graag voor jou. Nou, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Nou, dames. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Het is een mini hamburger. Van kikkererwten. Van kikkererwten. En procureur. Met? Procureur. Met procureur. Procureur. Stukje nek van het varken. Oh, stukje nek van het varken. Dus dat is heel apart en heel speciaal. Heel smaakvol. Ik heb hem net geproefd, dus ik kan er wel een beetje wat van zeggen. En hele leuke gekleurde tomaatjes. Eet smakelijk. Nou, dat doet Nana weer heel professioneel aan zo'n tafeltje. Wij glijden weer onderuit op de bank voor het tweede deel van In Bed with Hans Klok. Nou ja, Rotterdam heeft natuurlijk ook wel veel mee. Omdat Rob Wiegman van het Luxor, het oude Luxor destijds nog, die boekte mij in 1995, 96. Toen ging ik voor het eerst toeren. Voor die tijd had ik natuurlijk overal in shows gestaan als support. Ik bij André van Duin en bij André Haas, noem maar op. En die hele tour bestond maar uit 10 shows. Dat maakt niet uit. Maar de eerste 3 dagen was het Luxor. Dus ik heb toch wel een heel bijzondere band met Luxor en met Rotterdam. Ja. Nou staan we hier op de een of andere manier. Pak jij wel weer alle wind, hè? Ik pak weer alle wind, dat is... Je ziet ook al die merken, hè? Dat weten we, Artist Dream, Switch, Spirit Cabinet is dat. Een van onze illusies, dat heette Nieuw Switch. Maar toen had een van de jongens als grap Nieuw Bitch gemaakt. En ik zeg op een gegeven moment tegen Pamela, dan moet je dus goed opletten dat je op dat dingetje, op dat plakkertje staat. En zij kijkt zo naar beneden. Ze zegt, hè? Nieuw Bitch?
is that me? Maar ze konden wel om lachen. Maar ik hou wel van het leven om te toeren en on the road zijn. En ook wel weer toch heel graag hoop ik terug te gaan naar Las Vegas. Omdat ik daar dat niet helemaal af heb gemaakt. En dan sta je weer hier, ga je weer naar het luxe, ga je weer naar Palladium. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch, weet je. Ik ben ook wel een zigeuner. Ik hou er ook van om te reizen. Maar omdat je geen vaste plekken hebt ergens? Nou, ik heb wel een huis, maar dat is niet zo mijn prioriteit. En natuurlijk wat ik doe. Kijk, een schrijver laat een boek na, een acteur. Die speelt in een beroemde film. We kijken nog naar films van Hitchcock, van waar Bette Davis of Joan Crawford in hebben gespeeld. Dat blijft, daar kijken we nog steeds naar. Een illusionist laat niks na. Madonna, Truth or Dare. Ja, moet je me eerst nog even dat spelletje uitleggen, want dat heb ik nooit helemaal begrepen. Ja, volgens mij was het, volgens mij als je dan... Dare is dat je iets moet doen en truth is dan, dan moet je echt de waarheid spreken. Oké, okay. Nou. Dus wat wil je, truth of wil je dare? Truth. Ben je gelukkig? Truth, ja. Ja. En dan moet jij. En ook, dan moet ik... truth of dare? En dan wil ik ook truth. Oké. Okay. Wat zijn je ambities? Jeetje, het doen wat ik nu doe, maar het liefst voor nog meer mensen. Truth or dare. Truth. De grootste liefde. Oh, mijn vriend James, waar ik nu bij ben. Niet je werk? Ook, ja, maar ja, liefde, ja, ook mijn werk, nee, maar ook, dat is wel mijn grootste liefde, ja. Ja, moeilijk, er zijn andere liefdes. Ik zie dit ook niet als werk, dus ja, wat dat betreft moet ik die liefdes vergelijken. Maar het een kan ook niet zonder het ander. Ja, nou, als ik wel liefde vanuit dat je heel veel van iemand houdt, dan is dat James. Over 20 jaar. Dan moet je eerst truth or dare zeggen. Ach, gewoon truth or dare. Dan zeg je dare. Okay, nee, truth. Nee. Hans Klok over 20 jaar. Dan hoop ik nog steeds op te treden. Want ik heb altijd heel veel respect voor mensen die altijd blijven optreden. Omdat een artiest wordt eigenlijk alleen maar interessanter als hij langer op blijft treden. En soms zeggen mensen wel, ja, Hans, jij doet heel fysiek, je springt en je doet en je kan in een seconde verdwijnen en hoe doe je dat dan? Maar ja, dan denk ik, ja, Tina Turner, Rolling Stones zijn er ook nog steeds. Het lijkt me wel heel leuk om te eindigen als een levende legende. Prijsvraag. Ja. Oké. Zal ik een moeilijke doen? Ja, want het is een bijzondere doos. Dus, okay. In welk jaar, ik heb het gezegd in de uitzending, maar ik kan er zelf ook nog een jaartje naast zitten, maar het moet te vinden zijn. In welk jaar ging mijn eerste theatershow, Magic Live on Stage, in première? Dat was in het oude Luxor. Rob Wiegman die heeft dat geregeld voor mij, voormalig directeur. Maar in welk jaar was het? Als je het antwoord weet, mail dan even naar... weg@rijnmond.nl en dan is de doos van Hans voor jou. Ja, kun je iedereen mee wegtoveren. Leuk. Ja, een prijsvraag. Heerlijk. Maar Nana kennende heeft hij vast ook een prijsvraag weten te ritselen. Het wordt druk met prijzen tijdens de 24 uur cultuur. Ik moet zeggen dat het ontzettend lekker is. Het is heel divers, heel veel. Je gaat wel echt met een vol gevoel naar huis. En om iedereen ook te kunnen laten meegenieten, mag ik een dinerbon voor twee weggeven van de eigenaren. En dat is voor degene die het leukst en origineelst kan beschrijven waarom hij of zij nou echt een dinerbon voor twee personen verdient. Dus als je dat een beetje in een leuk verhaaltje brengt, wie weet mag jij dan hier ook samen met je vriend, vriendin, partner, hond, maakt niet uit wie, ook zo'n 7-gangen diner nuttigen. Dus degene die dat leukst en origineels bedenkt, waarom jij dus hier moet eten. Nou, mail dat naar weg@rijnmond.nl en wie weet zien we je dan hier. Proost! Dat was hem. Volgende week zijn we er niet. Maar de week daarna zijn we dubbel en dwars terug met een echte metamorfose. Tot dan!